het Rijksmuseum is een gigantisch museum met ook een gigantische collectie. Meer dan 1 miljoen objecten. The main problem of this building is that this building is cut in 2 parts through the passage. And that will be the part that will be the press, and the people go to the lower level and they can reach at the same time both couriers. We won the competition because we found this solution. This solution for the entrance to the building. Toen we de tekeningen kregen van Kroes en Ortiz, toen heb ik daarnaar zitten kijken. Maar hoe dat gebouw nou echt werkt, krijg je toch niet van die tekeningen af. Ik dacht, als ik met mijn eigen handen het ga maken, dan zie je veel meer hoe dat gebouw werkt, hoe die ruimtes werken. En dat was ook echt zo. Dan merk je dat de plafond van het trapje is ook de vloer waar je bovenop weer een beeld hebt staan. En dat haal je toch niet van die tekeningen. De fietsers heb ik voor mijn gevoel niks te klagen. Die hebben het mooiste. U zegt de fietsers die krijgen hartstikke goed de ruimte. Natuurlijk beter dan nu, want slechter dan dat het nu is. Op dit moment, dat kan niet. Maar dan krijg je wel waarin een klein land miniem kan zijn. Dan word je echt provinciaal. En ik heb het gevoel dat, dat heet al mijn arrogantie en mijn trots, maar dat is niet waar. Ik moet voor dit museum het beste willen. En als je dus zoveel miljoenen, honderden miljoenen uitgeeft. Dat dan, of het fietspad links of rechts ligt, dat hetgeen is wat mensen van een project onthouden, dan heeft Nederland op dat moment even niet in de gaten wat we hier aan het doen zijn. Dat is te proberen Amsterdam een positie te houden in de internationale kunstwereld. We are forced to come up with something completely new. What we are proposing is quite reasonable, quite modest. It's not any pyramid, it's nothing riskier of arrogant. Nou, hier zijn dus 2 mock-ups gemaakt van de wanden. Maar waar ik mij vooral aan stoor, maar dat kunnen we niet meer terugdraaien, is dat er hier besloten is om opzetwanden te gebruiken. Ook die rare gaatjes daarboven. Ik vind het gewoon niet. Dat ziet er toch niet uit, mensen. Ik wil een museum verbouwen. Wat heb je nodig? Een wand, een schroef en een schilderij. Nou, de wand is niet in orde. Dat is toch tamelijk pretty basic. Dus op een project van 366 miljoen, ja, kan ik geen schroef in de muur draaien om een schilderij op te hangen. Dat vind ik toch, dat kan ik thuis niet uitleggen. This looked like no effort. Looked like what had been doing for many years here. No? So this, the efforts are hidden. And this is kind of definition for elegance.